We gaan vandaag bollen planten, stinsenplantjes, sneeuwklokjes en wilde hyacinten. En dat doen we samen met de schoolkinderen van basisschool De Frissel. We gaan dus ook in het openbaar groen, in het gebied tussen de schierstins en het station, ook bollen planten. Nee, we hebben bij de hyacinten moesten we toch 3 doen. En daar zijn we vanmiddag mee bezig met schoolkinderen. En morgenochtend gaan we met andere vrijwilligers, met volwassenen denk ik vooral, gaan we verder. En het gaat om in totaal 20.000 bollen. Dus je bent binnen nog wel even dwalen. Ja, en als ze 50 inzetten, dan maken we weer op een oor plakje. Tel maar uit, er mag nog 30 bij. Het is een hele uitdaging. Het is ook best wel spannend. Kijken hoe het gaat. En we zijn natuurlijk erg benieuwd naar volgend voorjaar, hè, in februari, maart, hoe het er allemaal gaat uitzien.